Vandaag is het lierendag bij Amorgos. Rick gaat ons leren hoe de lieren uit elkaar te halen, te servicen en weer in elkaar te zetten. Nou, dat wordt vast heel erg leuk. Okay. Welkom nogmaals allemaal. Fijn dat je met je komt helpen. Bij de allereerste Amorgos Lierendag, waarin we Amorgos en onszelf vooral gaan helpen. Om alle lieren en vaardigheden onder de knie te krijgen. En dan gaat het voornamelijk over het uit elkaar halen, het schoonmaken en het terug in elkaar zetten. We hebben 7 boten, keer minimaal 4 lieren, dus we kunnen hier de hele dag losgaan. Dus ik ben blij dat jullie er zijn. En we gaan straks gewoon beginnen op de boten. Om ze netjes op een verantwoorde manier uit elkaar te halen. En dan gaan we hier binnen weer verder met het schoonmaken. En er zijn 2 typen lieren per boot. Ja, we hebben op de boten vaak onder de buiskap andere lieren dan voor de schoten. We werken met 2 man op een boot. Dus om het voor jezelf makkelijk te maken, is dat je altijd dezelfde type lieren uit elkaar haalt. Als dan een keer een onderdeeltje verwisselt, dan zijn het dezelfde onderdeeltjes. Dus vandaar hou dat vandaag even in de gaten. Het zijn ook voornamelijk vandaag de Luma-lieren die we behandelen. Dat is echt wel een verschil met de harkenlieren. Als het een keer in het water valt. Nou, in het ergste geval moet er toch nog even het water in. Maar, ja, het is een zeilschool, dus hier mogen we leren. Dus we mogen ook wel eens wat fout doen. Dus voel je vrij om het gewoon aan te pakken. Dus naar buiten. Ja. Dat is het plan. Begin ik zelf maar gewoon even door voor te doen hoe ik hem eigenlijk altijd... Ik kan even los. Een mooie koppertje. Dan haal ik zo uit wat jullie nodig hebben en dan... Het belangrijkste is... hij zit nu eigenlijk gesloten. Hoe krijg je hem open? Heb je enig idee? Nou, eens... Ik heb een vingers op, dus moet je die los te houden. Ja, je hebt hier een hier zit een schroef op. Ja, die weet ik toevallig. Ah, die is heel lastig om met je handen zomaar los te krijgen. Je ziet hier dat hij al een beetje beschadigd is doordat daar wel eens met de schroefdraaier ingeslagen is. Dat kan op zich wel. Ik vind het zelf altijd fijn om er heel even iets tussen te doen. Zodat je als je hem dan opentikt niet per se de lieren... En waar zet je nou die schroevendraaier in? Is daar een soort... Ja, dat zit dus precies. Ik zal het even laten zien. Heel mooi inzetten. Oh, dat is ervoor gemaakt. Ja, en dan tik je hem eigenlijk automatisch los, linksom. En vastzetten doe je gewoon weer met je hand. En op een of andere manier, omdat het dan weer een jaar zit, zit het toch wel best wel weer lekker vast. Lekker vast, ja. Dus dat is, het is gewoon even. Tik hem niet helemaal los, maar als hij gewoon met de hand los is, dan kan je hem daarna wel, wel losdraaien. Zo. Nou, je ziet hem al gaan. Ja. En dan... Niet te ver met de schroevendraaier, maar gewoon met je hand, want dan kan je hem ook voorzichtig tegenaan. We doen vandaag gewoon alles rustig en beheerst en dan weet je zeker dat het niet zo moet. De onderdelen doen we per type lier, zoals ik net zei, in een emmer. Dat betekent dat deze lier, dat is hetzelfde als de lier aan het bakboord. Dus dat kan je gewoon allemaal in hetzelfde emmertje stoppen en straks op tafel in kantoor kunnen alles mooi wegleggen en dan zul je zien dat je van alles 2 hebt of van alles 4. En als het oneven getal is, dan, dan gaan we toch even zoeken. Ja. Ja, mag er gewoon lekker in. En dan zo meteen op kantoor gaan we goed. Je werkt van boven naar beneden. Het lipje, wat we altijd zeggen als instructeurs. Vervolgens kom je eigenlijk al gauw. Even kijken of die wil. De beveiliging, dat de kapper niet zomaar af. Die zitten hier aan de zijkant. Ja. Okay. Ik ken niet alle onderdelen namens uit mijn hoofd. Maar nee, maar ik zag opeens wat je zien. Ja, ineens, ze zitten hier tussen. En die voorkomen eigenlijk dat de kap omhoog gaat. En deze kan je eigenlijk veilig altijd omhoog trekken zonder dat er veertjes of palletjes mee komen. Wat ik net vertelde is dat je vaak op dit moment al wel kan zien hoe de lier aan toe is. Of die op tijd geserviced is al die jaren of niet. Dat zie je bijvoorbeeld of er veel slijpsel, koper slijpsel ligt. Nou, het valt me bij deze eigenlijk heel erg mee, keurig. We hebben vorig jaar natuurlijk ook alles gedaan. Maar ze worden ook heel intensief gebruikt.
Nu komt het spannendste onderdeel. Dit zijn de lagers, die doen eigenlijk zo gewoon dat de kap rustig kan draaien. Die kun je er zo afpakken. Ze zijn wel echt vettig. Dus die gaan we straks schoonmaken en weer opnieuw invetten. Die kunnen gewoon in de bak. Die zitten allemaal vast, dus die vallen er echt niet zomaar uit. Nu wordt het echt leuk. Deze zit helemaal tot binnen door, zie je dat? Die kan er ook uit. Dat is één massieve plek, dus die valt ook niet zomaar uit elkaar. Eigenlijk nu een grote puzzel. En de belangrijkste ga ik nu doen, dan moet je misschien even aan deze kant filmen. Dit zijn de tandwielen waarin ook het kliksysteem zit, wat je hoort draaien. En daar zitten veertjes in en dat zijn palletjes. En dat is waarom er vaak gewaarschuwd wordt op het moment dat er aan lieren gewerkt wordt. Zorg ervoor dat je altijd hier wat hebt omheen om op te vangen. We maken er een kartonnen doos omheen. Of je doet het gewoon heel voorzichtig en beheerst. En je weet gewoon wat er kan gebeuren. Dan vang je het wel op. Er zitten hier twee pinnetjes, die houden de tandwielen op zijn plaats. En het idee is eigenlijk dat je het pinnetje eruit trekt, terwijl je ook het tandwiel eventjes vasthoudt. Dus hier heb je het pinnetje. Anders zou de tand van hier gaan. Ja, kijk dan. Ja. En die pak ik er nu uit. Het kliksysteem zit in elkaar gedraaid. Hier zit dat palletje met het veertje. Oh, ja. Nou, dan kan je zeggen, we gaan nu alles uit elkaar trekken. En met de kans dat het veertje alle kanten op springt. Of we doen hem gewoon lekker in het emmertje. En we gaan op kantoor. Ja. Nou, voor de andere kant. En dat is het nadeel van deze lier. Die kan hier niet uit. Dus dit is een beetje hoe ver we het nu kunnen doen. En de rest moeten we eigenlijk hierin. Kijk, ik kan er wel loshalen hier. Ja, maar je kunt de dingen niet meer uit. Nee, maar door de bouw van, en de manier waarop de dier is gemonteerd, kan die niet verder. Ja. Dus dit moeten we zo meteen, als we binnen alles schoongemaakt hebben, dan gaan we dit laatste stukje ook doen. Want het gat dat aan deze kant zit, is echt een stukje klein. Ik kan het laten zien. Nee. Nee. Zie je dat? Ja. Dus dat hebben ze zo ooit bedacht en dat moeten wij het even mee doen. Maakt het wel lastig. Je kan natuurlijk de hele lier loshalen, maar dan heb je weer. Ik weet nu eens water dicht. Het zit gewoon goed vast. Dan moet je eigenlijk wel even niet. Ja. Oeh, lana. Kijk eens. Nou, komt gelijk. Ja, ringjes. Die hadden we net niet, toch? Ja, ook wel, maar dat ging allemaal zo snel. Ja, even kijken. En dan was het toch deze. Dacht ik, ja. Hoppa. En dan werd het leuk, zei hij. Oh nee, deze mocht ze nog. Hé, is dat nou anders? Het voelt alsof alles eruit kon doen. Nou, dan hebben we onze vangst binnen. Kunnen we naar binnen. Ging snel, hè? Ja. Dit is ook het... Het onderdeel wat vaak het eerst overboord gaat op het moment dat je dit aan boord doet, dat komt omdat hier die palletjes zitten met veertjes vast. Dus die veertjes duwen hem terug. Het makkelijkste vind ik, terwijl je hem draait, wil je hem eigenlijk een beetje eruit trekken. En je ziet dat in één keer schiet en dat wil nog wel eens overboord gaan. In dit geval blijft hij mooi zitten, dus zijn het gewoon twee onderdelen. En die halen we ook even uit elkaar nu, zodat je het goed kan schoonmaken. En dan zometeen kunnen we het ook weer in elkaar zetten. En dan... We gaan alle veertjes in ieder geval vernieuwen. Die palletjes, als die gewoon nog goed zijn. Dus dat betekent geen hoekjes afgebroken of iets. Dan laten we dat voor wat het is. Die veertjes doen we preventief. Want als zo'n veertje niet werkt, dan gaat het palletje dus niet meer terug. Dus hij niet meer uit. Dan zit hij vast. En dan kan je... Nee, dan zit je die dus niet vast. Dus dan kan je die dus continu terugdraaien. Oh. Op het moment dat jij hem aandraait, wil je dat hij vastschiet. Dat is het idee. Dat is dus dit seizoen in totaal misschien twee keer gebeurd. Dat zoiets dat een lier dus in één keer dol draait eigenlijk. Maar mooi om dat nu alvast te vervangen. Voor nu halen ze inderdaad even helemaal uit elkaar. Zodat je alle onderdelen los hebt. En dan gaan we in de bak met wasmachine de onderdelen stuk voor stuk even schoonmaken. Dus al het oude vet er vanaf. Vervolgens als alles schoon is, dan gaan we even kijken hoe we ze dan gaan invetten en hoe we het dan weer gaan opbouwen. Dat is ook nog even een bijzonder verhaal. Hoeveel vet gebruiken we? Mm-hmm. Waar doe je wel vet? Waar gebruik je olie? Dat is ook een belangrijk verschil.
Maar voor nu, ja, schoonmaken. Dus jullie hebben een bak met wasmachine. Vind ik zelf het makkelijkste. En dan gewoon onderdeel voor onderdeel. En terug op de keukenrol even laten opdrogen. Dat droogt vrij snel. Op het moment dat we straks alles schoongemaakt hebben, gaan we ook even kijken hoe het in de zelfdeler zelf eraan toe is. Deze zelfdeler, die kan ik naar beneden duwen. Dat komt omdat er veertjes in zitten en die veertjes duwen hem terug omhoog. Die veertjes willen we ook allemaal controleren, want er hoeft maar één veertje gebroken te zijn. En dat betekent dat hij niet meer in de hele kraag goed pakt. Het makkelijkste is als straks alles schoon is, dat we dit even als laatste doen. We maken hem even open, al het stof eruit en dan ook deze even apart servicen. Dit is niet met vet, dit is niet met olie. Ja. Dit zijn gewoon veertjes die we even checken. Die zorgen dus voor dat die kraag goed blijft happen en dat de schoten en de vallen en nou, noem maar op, hier allemaal mooie tussen blijft zitten. Dat is ook een belangrijke stap die vaak vergeten wordt. Je denkt, nou, ik heb alles uit elkaar gehaald. Het is mooi, maar hier binnen gebeurt ook nog het een. Ja. Ja. Moet je die binnenkant schoonmaken? Ja, die kan je. Wat ik doe, ik zet meestal vooral de tandwielen hier even in de wasmachine. In de bak, ja. En ook de hals misschien. Maar deze is eigenlijk heel mooi schoon. Zie je? Okay. Ja. Dus dat valt erbij. Maar je kan hem, ja, maak hem gewoon zo goed schoon als dat je kan. Goed is ook goed, hè, jongens. Hoef je niet de hele ochtend op één onderdeeltje te poetsen. Ja. Dat we allemaal zo'n oranje pot daar bovenop aan water in het spiegeltje. Dat was nog voordat de flipjes. Ja, dit zijn dus de veertjes die zorgen dat de kraag kan knijpen, kan happen inderdaad. En deze veertjes, die willen vaak, die willen nog wel eens wat stof inkomen. Je hebt hier aan de onderkant een dopje. Het is handig om dit ook gewoon even los te halen, even schoon te maken. Checken dat ze het allemaal nog doen. Het zijn er dan wel zes, maar als er eentje al mee ophoudt, dan is het toch niet helemaal meer goed. Dit niet per se met wasmachine. En je mag dit eventueel even in de wasbak met een beetje water schoonmaken. En dan zetten we dit weer in elkaar. Let altijd goed op. Hier staat aan één kantje staat geschreven top. Dus die moet naar boven. Ja. Want anders heb je zo meteen bij het in elkaar zetten, ben je een heel eind. En dan denk je, oh ja. En dat zeg ik ook omdat het was gebeurd. Maakt het nog uit waar die heen moet? Nee, als deze eenmaal zit, draait hij rond. Oké. En straks op de boot bij het in elkaar zetten, dan gaan we wel even kijken hoe we inderdaad uiteindelijk. Oh ja, die moet er weer goed. Ja. En deze hebben we eigenlijk altijd een beetje schuin naar de binnenkant van de kuip gericht. Nou, wat ook dat is persoonlijk, als het allemaal maar hetzelfde is. Ja. Hey, als je de wereld over gaat zijn en je hebt Liuma lieren, wat zou ik meenemen? Zorg altijd dat je het vet hebt van Liuma. Want harkenvet hebben ze echt wel anders gemaakt, zodat je daar ook altijd het goede merk voor moet kopen. We hebben paddetjes met veertjes. Ook die zijn speciaal voor Liuma. Een busje olie. Ja. Dat is harken, maar eigenlijk ook van Liuma. Ja. Dat is voor op de paddetjes. Daar doe je geen vet op, want dan gaan de paddetjes plakken. Ja. Dus daar doen we olie op. 1-2 druppeltjes, zodat ze soepel blijven. En dat setje van die veertjes, daar had ik ze net. Hier en daar. Dat zijn toch de onderdeeltjes die het eerst kapot gaan. En van die veertjes voor je tevens. Ja, exact. Dat zijn inderdaad deze. Ja. En dan gewoon netjes onderhouden. Dan weer top. En nu heb ik hem ingeknepen. Ja. Dat is het moment dat je hem hier eigenlijk in wilt duwen. En dan zit hij. Kijk, de les misschien wel van het hele lieren gedoe. Want waar het vaak fout gaat, is dat met het invetten, dat er uiteindelijk vet op de balletjes komt. Wat gebeurt er dan? Dan blijven ze dus zo plakken. En dan is het hele idee van de lier, dat hij maar één kant op draait, is eigenlijk weg. Dus op de balletjes zijn de enige plekken waar we gewoon even 1 of 2 druppeltjes olie op doen. Even gewoon een paar keer bewegen dat het lekker. Want je doet het er niet alvast nu op en dan erin. Nee, want dan wordt het weer heel lastig om dat veertje erin te krijgen. Want dan schiet het weer alle kanten op. Dus gewoon, je mag het ook even hier doen, dan komt hij precies ertussenin, zeg maar. Ja. Even een beetje bewegen. En dan is hij klaar. Dan voel je ook dat hij wat soepeler wordt. En doe je die andere ook en dan zet je hem er weer in. Oké. Je hoeft voor de rest aan deze kant dus geen vet te doen. Dus geen vet waar die pannetjes zitten, maar vet pas op de tandwieltjes.
Dat is, buitenkant, ja. Ja, aan de buitenkant. Okay. Ja. Dan zullen we zo meteen, als we op de schepen bezig gaan, dan gaan we de tandwielen invetten. En dan zal ik ook even vertellen hoeveel vet je dan gebruikt. Ja. Want ook dat heb je vaker gebruik je te veel. Dan dat andere. Ja, van deze top. Hoppakee. Toppie. Schroeven erin. Kind kan de was doen, hè? Alsof je het vaak hebt gedaan. Ja, het is al de tweede. Ja, is dat... Pak ik de schroeven eruit. Zeker. Nou, lekker werkje hoor. Krijg een goed les. Het belangrijkste is eigenlijk zo meteen op alle tandwielen dat er wat vet zit. Op tandje. Ja, maar het is echt iets vet. Want als je er te veel op doet, gaat het alleen maar vel vasthouden. Dus een klein beetje. En dan ga je hem gewoon even volgens een keer omdraaien, zodat het zich verspreidt in het systeem. Op alle draaiende delen. Dus dat is ook. En dan hier aan de binnenkant. Liever dat je in het begin ietsje voorzichtig bent en dat je op een gegeven moment mag iets bij. Ja. Dat je op een gegeven moment helemaal rond hebt gesmeerd en dat het weer opnieuw af kunnen gaan. Ja. Nou, de volgorde, dat vind ik wel leuk om dat heel even aan jullie natuurlijk ook te laten kijken of dat past. Invetten met Loomarvet mag je met je vinger doen of met een schone kwast. Nou, we gaan het natuurlijk gewoon met een schone kwast doen. En dan gaan we eerst dit invetten. Belangrijk bij het invetten is dat je dus een laagje vet over alle dingetjes hebt zitten. Maar niet dat er een kloddertje achter blijft zitten. Want zo'n kloddertje zorgt er eigenlijk voor dat het juist weer vuil aantrekt. Dus dat ga je. Wordt er zeker heel mooi schoon van, hè? Wat ben je aan het doen, Aleida? Oh, hi! Hi! Ja! Hele verkeerde stofjes aan het gebruiken, rempreiniger. Nou, dan gaan we het hele huis straks mee gepoetst worden. Alles verdwijnt als een zonnetje. Dus we hebben de lier erop gezet en nu zorgen dat hij er... Iedereen denkt wat blinken die dingen. Mooi. Wil je het geluid horen? Ja. De lier die net geserviced is. Ja, zeker. Ja. Nou, is dit geen als een zonnetje. Prachtig. Nou, we hebben vandaag de lieren geserviced, Aleida en ik. Echt geweldig. Alles uit elkaar. Yeah! En weer in elkaar gezet. Gevet. Beetje olie. En remreiniger tot slot, zodat alles weer mooi glimt. En het was een super leerzame dag.